In dit filmpje behandelen we leerstofonderdeel G21, machten van natuurlijke getallen. Een macht is een nieuwe bewerking. We herhalen daarom even de bewerkingen die we al kennen. We kennen de optelling, de aftrekking, de vermenigvuldiging, de deling en in dit filmpje leer je wat meer over de machtsverheffing. Hoe bereken je nu de macht van een natuurlijk getal? Kijk even mee naar de volgende voorbeelden. Elk van deze voorbeelden kunnen we korter noteren. Zo kunnen we 2 maal 2 noteren als 2 tot de tweede macht. 7 maal 7 maal 7 kunnen we korter noteren door 7 tot de derde macht. 5 maal 5 maal 5 maal 5 noteren we korter door 5 tot de vierde macht. En 8 maal 8 maal 8 maal 8 maal 8 noteren we korter door 8 tot de vijfde macht. Al deze voorbeelden zijn voorbeelden van machten. Maar wat noteer je nu waar? Wel, een macht, zoals bijvoorbeeld 4 tot de derde macht, bestaat steeds uit twee delen. Eerst noteer je het grondtal. Het grondtal is de factor die steeds terugkomt. Daarna noteer je rechtsboven in het klein de exponent. En de exponent geeft weer hoeveel gelijke factoren er in ons product staan. Een macht, zoals bijvoorbeeld 2 tot de zesde macht, is dus een vermenigvuldiging van gelijke factoren. A tot de n-de macht betekent dus a maal a maal a maal a en zo verder enzovoort maal a. Hoeveel keer doen we dat? A zoveel keer als onze exponent weergeeft. N factoren. A tot de macht n is onze macht. A noemen we het grondtal. Het grondtal is de factor die steeds met zichzelf vermenigvuldigd wordt. N noemen we de exponent. De exponent is het getal dat aanduidt uit hoeveel gelijke factoren ons product bestaat. 2 tot de macht 6 lees je dus als 2 tot de zesde macht. 4 tot de macht 2 lees je als 4 tot de tweede macht. Maar opgelet, tot de tweede macht kunnen we ook korter verwoorden. 4 tot de tweede macht mag je ook lezen als 4 in het kwadraat of kortweg 4 kwadraat. Wanneer je het getal kwadraat hoort, weet je dus dat het over een tweede macht gaat. Enkele kwadraten moet je goed van buiten kennen. 0 in het kwadraat, dat betekent 0 maal 0, is dus gelijk aan 0. 1 in het kwadraat, 1 maal 1, is gelijk aan 1. 2 in het kwadraat, 2 maal 2, is gelijk aan 4. 3 in het kwadraat, 3 maal 3, is gelijk aan 9. 4 in het kwadraat, 4 maal 4, is gelijk aan 16. 5 in het kwadraat, 5 maal 5, is gelijk aan 25. Zo bereken je ook alle andere kwadraten van de natuurlijke getallen van 0 tot en met 15. 6 kwadraat is 36. 7 kwadraat is 49. 8 kwadraat is 64, 9 kwadraat is 81, 10 kwadraat is 100, 11 kwadraat is 121, 12 kwadraat is 144, 13 kwadraat is 169, 14 kwadraat is 196 en 15 kwadraat is 225. Deze kwadraten moet je goed van buiten kennen. Naast het kwadraat van een getal moet je ook weten wat een macht van 10 betekent. En een macht van 10 is gewoon een macht waarvan het grondtal 10 is. Bijvoorbeeld 10 tot de derde macht of 10 tot de vijfde macht. Maar wat nu als onze machten exponenten 0 en 1 hebben? We berekenen even de volgende machten. 2 tot de derde macht betekent 2 maal 2 maal 2. 2 maal 2 is 4 en nog eens maal 2 is dus 8.
2 tot tweede macht, of kortweg 2 in het kwadraat of 2 kwadraat. Die moet je goed van buiten kennen, maar kan je altijd terugvinden door 2 met zichzelf te vermenigvuldigen. 2 maal 2 is 4. 2 tot de eerste macht, dat is 2. Maar 2 tot de nulde macht, hoe bereken je nu dat? Wel, als je goed kijkt, dan zie je een regelmaat verschijnen. 2 tot de nulde macht is dus gelijk aan 1. We merken dus dat een macht met exponent 1 altijd gelijk is aan het grondtal zelf. 2 tot eerste macht is het grondtal zelf, namelijk 2. En we zien ook dat een macht met exponent 0 altijd gelijk is aan 1. 2 tot de macht 0 is 1. We noteren dit even in symbolen. Een macht met exponent 1 is gelijk aan het grondtal zelf. A tot de macht 1 is dus gelijk aan het grondtal zelf, namelijk A. En een macht met exponent 0 is steeds gelijk aan 1. Ook dit noteren we in symbolen. A tot de macht 0 is dus altijd gelijk aan 1. Nu is het aan jullie. Heel veel succes!